Oké, was strijders van Luca Vivo, we zijn er gewoon weer, bro. We zijn er weer, man, we zijn er weer. Jan, Luca, fok, mijn nek is koud met ijs. We zijn er weer en we gaan vandaag reageren op dit, gewoon van mijn favoriete tune van Joost ooit. We gaan reageren op International Man, You Motherfucking Get Me. Dus ja, aan die International Man, You Motherfucking Get Me. Dus laten we de tune. Shout out naar Nash voor deze buitenaardse beat, maar je mag fucking get me. I'm the international man. You should call me international man. Mr. Worldwide from Japan, Rotterdam. Ik kom binnen zo van bam en ik yeah. Let op. You should call me international man, yeah. Mr. Worldwide from Japan and Rotterdam. Maar hij heeft deze van begin 2020 ergens al een keer gesnipperd op zijn Insta. Tuurlijk heb ik die gescreenrecord, natuurlijk heb ik die gescreenrecord. Maar bro, het heeft lang geduurd voordat International Man uitkomt. Dat heeft echt, mijn brein was zo van, joh, wanneer komt International Man? International Man is hier, man. Ze willen vechten, maar ik vecht niet. Joost Klein, ik zeg fuck, sowieso fuck depressie, man. Depressie, als je kijkt, deze voor jou. Depressie is, ja, niet positief. Fuck depressies, man. Ik heb ook last van. Het is niet leuk, man. Ja, je nekt die, maar ik nek die. Ik denk aan Cambuur, denk aan Stanley. Ik mag haar money out mijn handy. Ik voel mezelf 2016. Het is nogal de Dirk Kuyt boven Messi. Alles wat sowieso is het Dirk Kuyt boven Messi, man. Ik fok niet met de voetbal. Maar één ding zet vast, het is Dirk Kuyt boven Messi. Fuck Messi. En fuck Ronaldo. En fuck voetbal sowieso. Maar ja, dan beledig ik mensen. Of dingen sowieso van, joh. Shout-out naar voetbal, maar ook weer niet. Shout-out naar Dirk Kuyt en geen shout-out naar Messi. Messi, alles wat ik maak, dat vind je happy. Hier is een kortjes code, Mackie. Joost Klein, heb het kapsel van een lesbie. I'm the international man. You should call me international man, yeah. Mr. Worldwide from Japan to Rotterdam. Ik kom binnen zo van bam en ik I'm the international man. You should call me international man, yeah. Mr. Worldwide from Japan to Rotterdam. Ik kom binnen zo van. Ja, man, dit is gewoon kijk, zeg maar, Femke Louise gebruikt autotune omdat ze niet kan zingen. Joost en Brunson gebruiken het als instrument om de vibe van de tune te zetten. Je motherfucking get me. Te zetten als een overval, man. Je fuck, ouwe. Te zetten als een overval, man. Je motherfucking get me. Autotune is een instrument voor Joost en Brunson, man. Ze gebruiken het. Godverdomme. Ze gebruiken het. Nou, van mijn laptop. Ze gebruiken het goed. Oké, daar gaan we. I'm the international man. I'm the international man. We zijn baby, was in Duitsland net als Lewandowski. Al met al bij een poski, daar een AK met Leonski. Jozef is mijn boski, 2K20 pakken we een vlucht. Ben de allerdomste tata en dat is niet een gerucht. Brunson is de allerdomste tata en dat is niet een gerucht. En laat dat duidelijk zijn, want hij is gewoon, wow. Hij is dommer dan praktijk, man. Je mag forget me. Zijn swag is dommer dan praktijk. Zijn tunes zijn dommer dan praktijk. Zijn alles, man. Je mag fucking get me. Als je, ja, man, swag. Zeg Alpine Sports, we zijn aan arbeid en gaan hoger in de lucht. Je picky app met zo wat dat ik eet van haar verboden vlucht. Ga naar bed en naar de club en heel mijn oudje die is fake. Maar deze sties die heb jij niet. Maak het af met Gucci Ruth. Om de middel, Brunson is niet meer klein als Lidl. Maar met Joost Klein en de Lidl, Brunson is fly als Schiphol. Ik let op rap. Maar met Joost Klein in de Lidl, Brunson is fly als Schiphol. Bro. 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 Bro, deze line is zo hard dat ik eigenlijk nu de video moet eindigen. Maar dat ga ik niet doen, want ja, we moeten eigenlijk nog verder. Maar besef, dit is de hardste bar, hoor, man. De bars net de chocolatje, man. Motherfucking get me. Ik let op rappers, maar ze letten niet op mij. En straks vul ik al mijn zakken en verlaten zij de rijk. I'm the international man. You should call me international man.
naar de Rotterdam. Ik kom binnen zo van bam en ik I'm the international man. Ziek. Hey, is dit een dat doe je? Jongens, klein, ik lijk op een plakje boter, man. Ik ga blijven een boertje, fuck mijn hele boterham. Ik word wakker, ik hoor meteen wat vogels aan. Het is niet gek als ik ooit een stukje kop. Ik zie mijn vrienden van vroeger, ik loop er sober er langs. Ik heb schoenen van cabine, maar die lopen het langst. Kijkend naar mijn vrienden heb ik gauw bedacht. Ik ben denkend aan feestjes en supersokers met drank. Ik ben met tante Wiet, zij hebben vogels gechapt. Volgens mij de opa leven rokers het land. De doodsoorzaak was niet de rook in zijn langs. Dus ik rook een dikke toeter, want dan focus ik lang. Ik heb een vaag aanmakker. Ja man, maar deze reactievideo komt er waarschijnlijk ook nog. We hebben er al de helft gehad, maar we gaan op de clip reacten die op Joost's Insta staat. Motherfucking get me. Vond je het een harde video? Abonneer op Luca Vivo nu, want je weet wat er bij 1k abonnees komt. 1k, geen k3. Pff, yo, tot de volgende keer, man. Swag love!